De structuren van de NPS hebben gisteren besloten om morgen mee te doen aan de protestactie tegen het beleid van de regering. NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt dat de partij op haar eigen manier steeds in opstand is gekomen tegen de maatregelen van de regering, omdat die telkens weer negatieve gevolgen hebben voor de samenleving. De NPS-voorzitter waarschuwt dat intimidatie van protesterenden niet geaccepteerd zal worden. Suriname heeft zich gecommitteerd aan internationale wetten en verdragen en daar moet ook deze regering zich aan houden. Het is zo dat we hebben gemerkt dat we in een situatie zijn beland. U weet dat de NPS aan de weg heeft getimmerd de afgelopen anderhalve week met betrekking tot de benzineprijs. Ik denk dat wij een van de eerste waren die daarover uitleg hebben gegeven hoe de prijzen zijn samengesteld en waarom het onredelijk is dat die regering op dit moment zo'n verhoging doorvoert naar het arme volk toe. We hebben aan de bel getrokken met betrekking tot de aankomende rij- en voertuigenbelasting. Wij hebben er problemen mee als NPS en wij hebben gemeend om vandaag bij elkaar te komen. Om ook te praten in het kader van de mogelijke ondersteuning, de ondersteuning die we geven aan de diverse acties. Rusland brengt in herinnering dat in 2016 reeds door de structuren was aangegeven dat de partij elk initiatief voor verbetering van ons land zal ondersteunen. De regering wordt echter blindelings ondersteund door de coalitie, waardoor de werkelijke stem van het volk niet wordt gehoord, zegt Rusland. In mei 2016, gehoorbespreking in DNA, toen legde de man bepaalde zijn uit voor IMF. Ik voel me een beetje zeker. Is het niet aan? Maar zou ook naar IMF. Maar beleid voor financiën nodig in de regering. En ik kan u zeggen dat wij als oppositie, ik praat niet over de anderen, maar de NPS die op een aantal dingen gewezen heeft, werd nagenoeg uitgelachen. De man Lafounou in DNA, dat we doemdenkers zijn, als u zich dat nog kunt herinneren. Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname. De NPS zal morgen ook meedoen aan de protestactie tegen het beleid van de regering.